Als je van veel verlies draaien en slechte omzetten houdt, dan was het een goed jaar. En dan gaat er ineens iets van 98% vanaf. We zaten ook gelijk wel op het plan B. We verdienen nu eigenlijk al meer dan we deden in loondienst. En dan verdien je best wel wat geld. Dus dan ga je gewoon te makkelijk mensen aannemen. Als het goed gaat met het bedrijf, vind ik dat het ook goed moet gaan met onze medewerkers. Ik vind het wel heel belangrijk, volgens mij ook om die vriendschap ook goed te houden. Winstmaximalisatie is niet meer ons doel. Mijn naam is Ronnie Overhoor en van harte welkom op CVD-TV, mijn YouTube-kanaal. En als je luistert, we zijn ook als podcast beschikbaar, dus dan ook van harte welkom. Op CVD-TV praat ik met ondernemers en op het kanaal vind je inmiddels meer dan 1000 gesprekken met ondernemers. En elke week komen er 2 nieuwe gesprekken bij, minimaal. Dus vind je ondernemen interessant, ben je ondernemer of wil je misschien wel ondernemer worden, abonneer je dan hieronder op het CVD-kanaal. En als je zit te luisteren naar de podcast, volg ons dan via je favoriete podcast app. Deze video is er een uit de serie Gouden Duo's. En die serie die maak ik samen met Centraal Beheer Zakelijk. En in die videoserie praat ik met ondernemersduo's over hoe ze elkaar hebben leren kennen, hoe de samenwerking is ontstaan en wat hun gouden formule is, hun geheim voor succes. Met in deze video Ruud Rijmakers en Ilko van Drongelen van Blue Flamingos. Ik wou eigenlijk meteen beginnen met een paar lastige stellingen, of tenminste keuzes, om even een beetje op te warmen, zeg maar. Winst of groei? Winst. Klant of medewerker? Medewerker. Jij zegt stellig winst. Klopt. Heb je geld tekort? Nee, dat niet. Nee. Maar ik denk dat wij nu in een fase zitten met onze bedrijven dat... Dat winst halen ook wel heel erg belangrijk is. Als je genoeg winst haalt, is het misschien wel het meest belangrijke metric, zeg maar, om te kunnen meten of je succesvol bent, denk ik. Ja. Want dan heb je alles goed op orde, waaronder ook je processen. Ja. En vanuit winst kun je uiteindelijk ook weer doorgroeien, denk ik. Mm-hmm. Dus een paar jaar geleden zou ik denk ik groei hebben gezegd, maar nu zeg ik winst. Ik hoor wat lessen, zeg maar. Ja. Dus daar wil ik zo meteen meer over weten. Maar eerst klant versus medewerker. Ja, kijk, weet je, Blue Flamingo zit in een branche waar personeel vrij schaars is. Medewerkers, dat is je grote goed. En dat hebben we ook gezien in de afgelopen 1,5 jaar. Hè, dat we een hele transitie hebben gemaakt. Daar gaan we straks ook nog meer over vertellen, denk ik. En onze medewerkers die hebben echt een waanzinnige omslag daarin gemaakt. Mm-hmm. Dus die medewerkers, dat is ons kapitaal. Ja. En daar doen we het mee. En daar halen we uiteindelijk ook de winst mee die Ruud aangeeft, zeg maar. En daar kun je dus de klanten mee bedienen. Ja, dat is echt het allerbelangrijkste. Ja. Wij moeten gewoon voor zorgen dat we de goede mensen hebben zitten. Mm-hmm. En die moeten we blij houden, zeg maar. Dat ze kunnen doorgroeien, ontwikkelen. En dat ze het gaaf vinden om voor ons te werken. Ik zoom in dit gesprek met name in op jullie twee, hè, als ondernemersduo, hoe jullie samen ondernemen. Maar laten we eerst even duidelijk een landschap schetsen, want Blue Flamingos, maar er is meer dan dat volgens mij. Hè, want jullie ondernemen daarnaast ook nog in een aantal merken of online bedrijven. Schets eens even het hele speelveld. Ja, ik zal het even kort schetsen. We zijn een jaar of 8 geleden samen begonnen met het bedrijf WeFly Cheap. Dus dat is een bedrijf in de reisbranche. Het is een platform, een online reisplatform. Met veel opportunisme en enthousiasme zijn we dat begonnen in een landschap waarin concurrentie hoog is. En de verzadiging eigenlijk ook al wel hoog. Maar daar hebben we toch redelijk snel een mooi succes mee kunnen boeken. Een aantal keer goed in de PR beland. Wat zorgt voor een soort van kickstart en een organische natuurlijke groei die je anders met betaalde advertenties zou moeten doen. Maar daar hadden we het budget er niet voor. En het unieke aan het concept, zeker toen, was dat wij gewoon ontzettend goede vakantiedeals, dus vluchten, vakanties, hotels konden vinden voor de wat kleinere portemonnee. Maar vooral de prijs-kwaliteitverhouding was uitstekend. Maar kocht je die zelf in of zat je ertussen? We zaten ertussen. Dus een affiliate-achtig iets? We waren inderdaad een affiliate website en dat zijn we nog steeds, want we doen het nog steeds. Maar we hebben het wel uitgebouwd tot een van de grootste affiliate websites van Nederland. Oké, maar WeFly Cheap klinkt als vluchten. Inderdaad, klopt ja. En die naam die zit ons soms in de weg. Yeah. Want we doen ook pakketreizen of hotels in de Veluwe of in Zeeland. Okay. We doen eigenlijk van alles wat, als het maar met vakanties te maken heeft en een ontzettend goede prijs-kwaliteitverhouding heeft. Lekker jaartje heb je achter de rug dan, of niet? Nee. Als je van veel verlies draaien en slechte omzetten houdt, dan was het een goed jaar. Nee, het was niet heel goed, nee. Maar zometeen daar meer over misschien, want daar zit misschien ook wel een gedeelte van je lessen in, kan ik me voorstellen. Want Zeker. Wat is er nog meer in het landschap van deze twee ondernemers?
En hoe bedoel je dat? Nou, qua bedrijven. Want we hebben Blue Flamingo's, we hebben WeFly Cheap. Is er nog meer? Ja, nou, WeFly Cheap en Blue Flamingo's, dat zijn wel de grootste. Dan heb je echt wel de BV's te pakken waar wel een goede omzet wordt verdiend. Ja. We hebben ook wat getest met slimmervergelijker.nl. Dat zit weer in een andere BV, dat is de Compare Media Group. Dat is een vergelijkingswebsite op productniveau. Dus laptops, iPads, noem maar op. Dat is hetzelfde concept eigenlijk als WeFly Cheap, ook affiliate marketing om inkomsten te genereren. En is dat gewoon een simpele, ja, een simpele vergelijkerstoel, zeg maar. Zit daar dezelfde soort technologie achter dan ook? Nee, daar zit weer andere technologie achter eigenlijk. Gedeeltelijk hetzelfde, gedeeltelijk anders. Ja. Maar dat is eigenlijk meer een proefballonnetje die we hebben opgelaten als antwoord op de COVID-crisis. Om te kijken of we daar ook nog geld mee konden verdienen. Ja, ja, ja. En Blue Flamingo's is een bureau, hè? Ja, Blue Flamingo's is een web development en online marketingbureau. Oké, okay. Hoeveel mensen is dat nu? Wij zitten nu met 17 mensen. En dat is niet full FTE. Full FTE is denk ik 12 of 13 mensen. Ja. Ja. Ja, en we zijn wel aan het groeien. En WeFly Cheap en Blue Flamingo, als ik nu even zeg maar anderhalf jaar of twee jaar geleden, zeg maar, dus even voor de coronatijd kijk, wat was de verhouding dan ongeveer business-wise? En ik weet niet of het nou omzet of aantal mensen of hoeveel tijd jullie eraan kwijt waren, hoe moet ik dat dan zien? Nou ja, twee jaar geleden was Blue Flamingo's eigenlijk nog niks, dus dat was wel een BV. Dat is eigenlijk pas opgericht in coronatijd. Ja, de BV bestond al. Jullie waren WeFly Cheap. Klopt, we waren jullie hebben gewoon echt een K-tijd achter de rug. Ja, ja. Ja, ja, klopt. Sinds maart 2020, vorig jaar natuurlijk, heeft iedereen in de reisbranche denk ik een hele slechte tijd achter de rug. Ja, wij ook. Met omzetten die daalden ineens van, iets boven de miljoen zaten wij met onze BV. En dan gaat er ineens iets van 98% vanaf, zeg maar. Oh, holy shit. Dat is dan de prognose die je maakte in die eerste paar weken. Zeker omdat je ziet dat het helemaal niks is, hè. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Ooit? Ja, we zijn jeugdvrienden, dus we zijn geboren in dezelfde straat. Onze ouders zijn ook bevriend met elkaar. En wij zijn al vrienden van jongs af aan. Ja. In de middelbare... En dat is in het Zwolse? In het Zwolse, ja. In de middelbare schooltijd zijn we een beetje uit het oog verloren. Toen ging jij op een gegeven moment verhuizen. Wel gewoon binnen Zwolle, hoor. Maar toen raakten we elkaar een beetje kwijt. Ja, ik zeg altijd, maar dan ga je niet meer met je ouders mee bezoeken, hè, als ze naar vrienden gaan. Ja, ja. Dus dat doe je als je basisschoolleerling bent wel, zeg maar. Ja. Maar daarna niet meer. Dus eigenlijk was het geforceerd in de jaren. In die geen jaren. Ja. Maar nu is het niet meer geforceerd. Ja, en wanneer ontstond het kiemetje van, hey verrek, want zijn jullie allebei gaan studeren? We zijn allebei gaan studeren in Groningen. Toevallig dezelfde studie. Dat wisten we niet van elkaar, maar dat vertelden onze ouders tegen elkaar. Welke studie was dat? Bedrijfskunde aan de universiteit. Ja. Toen hebben we elkaar weer gevonden en sindsdien zijn we beste vrienden. En hebben in onze studententijd is het kiemetje wel geboren voor de hobby en de passie voor reizen. Wat natuurlijk het begin is van ons ondernemerschap. Ja. Maar jullie zelf deden? En omdat we het zelf deden, dat van hielden en omdat we natuurlijk heel weinig geld hadden. Maar wel graag de wereld wilden ontdekken. Ja. We wilden wel graag naar Azië toe en naar andere verre landen. Dus dat is zoals je bij veel start-ups ziet, het eigen probleem werd omgebouwd tot een business case. Eigenlijk. Exact, ja. Ja. Hey, en wanneer zijn jullie vanuit de studentenbanken al gaan ondernemen? Of nee, we hebben allebei beperkte ervaring als bij een werkgever, zeg maar. Ja. Ik heb na mijn afstuderen bij Wekamp gewerkt. Een mooie e-commerce partij natuurlijk. Ja. Ook in Zwolle, toch? Ook in Zwolle, ja. 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 En jij? Ja, ik heb een wat ander pad bewandeld. Ik heb voor twee lokale overheden gewerkt. Ik heb voor een gemeente gewerkt en voor een waterschap. Waarom doe je dat nou? Ja, waarom doe je dat? Nou, weet je wat het was? Het was natuurlijk een hele andere tijd. Hè? We waren afgestudeerd, of ik was afgestudeerd in 2009. Ja. Dus er was best wel crisis op de markt. De banen lagen ook niet voor het oprapen. Nee. En ik had afstudeerstage bij de gemeente Zwolle gelopen. Ja, dat zie je mijn wel. Ouders die komen uit de overheidswereld. Oh, dus ja? Dat was bijna een inkoppertje, zeg maar, wat dat betreft. En daarna boden ze me een baan aan daar. En weet je, de banen die waren er niet heel erg veel. Dus die heb ik maar geaccepteerd. En toen kwamen jullie elkaar op een gegeven moment tegen. En toen was het zoiets van, hey, we gaan WeFly Cheap beginnen. Of hoe is dat ontstaan? Zeg maar, hoe ontstaat zoiets? In dit geval is het gewoon een goed idee wat we gehad hebben. We hebben niet het platform zelf bedacht. Ja, want er waren natuurlijk legio voorbeelden. Ja, zeker. We zitten wel in een soort van niche, hoor. Je moet toch eens denken aan een soort van blog die dan zich focust op deals die heel vergankelijk zijn. Dus ik vind ze vandaag en jij boekt ze. En als je morgen denkt, ik ben er nu klaar van te boeken, is hij weer weg. Er zijn een paar zeer snel groeiende start-ups. Exact, maar 8-9 jaar geleden toen wij begonnen, toen waren die er ook. Ja. Maar toen was het nog iets minder gangbaar dan wat er nu is. En maar jullie maak eens concreet, jullie zaten in de kroeg of ergens thuis? We zagen het in Duitsland, zagen dat een succes was. Op een gegeven moment bemerkten we dat, zeg maar. Wie vliegen billig? De Urlaubspiraten heette dat. Urlaubspiraten. Geweldig. We noemen de naam niet. Maar. Ja, dat is een concurrent lied. Maar toen kregen we het idee van, nou, wij wilden wel gaan ondernemen. We hadden al verschillende ideeën geopperd, maar de meeste waren, had je heel veel geld voor nodig, hadden wij niet. Nee. Of we waren misschien te vroeg in de markt, ideeën die misschien over 5 of 10 jaar kunnen slagen. Ja. Dat het nu te vroeg zou zijn.
En bij dit idee dacht ik van, hey, dit kan wel werken en dat kunnen we ook heel makkelijk starten. Zelfs nog eventueel naast onze baan als we dat willen gaan proberen. En zo zijn we het ook gaan doen. Maar hoe zo makkelijk starten? Omdat je feitelijk alleen een WordPress-website nodig hebt die iedereen kan opzetten en dan heel veel energie in moet steken. En dan maak je gebruik van affiliate-achtige tooling. Samenwerkingsverbanden die zijn er al. Die mag je in principe gewoon voeren. Tenzij je een heel rare website zou starten. Dus dat ligt allemaal al klaar. De techniek ligt al klaar, daar kun je gebruik van maken. Alleen het grote probleem is, je hebt geen publiek en hoe kom je eraan? Dat is natuurlijk keihard grinden, heel hard hustelen, werken. Ja. Of geld investeren in online marketing, maar dat hadden we helemaal niet. Nee. Ik denk dat wij in maand 1, volgens mij zaten we rond de 2000 euro omzet. Dat was in januari 2014. Of 19. Maar ja, dat 2014. Zijn redelijk dunne marge, denk ik. Ja, dat is heel weinig natuurlijk. Dus dat is niet veel. En het gekke is van die reisbranche is januari natuurlijk de topmaand. Ja. En februari is veel minder. En wij daalden toen ook in maand 2. Toen dachten we van, hebben we nou toch een slecht concept eigenlijk te pakken? Ja. Want we gaan gewoon die omzet dik achteruit. Ik had net mijn baan opgezegd. Dus ik vond het toch weer enigszins een beetje spannend. Ja. Maar we wisten nog helemaal niet van die schommelingen in de reisbranche af. En dat het best wel normaal was dat je in februari weer lager bent dan in januari. Want na 6 maanden in juni hadden een omzet van boven de 20.000 euro. Ja, en onze kosten waren toen niet zo heel hoog. Nee, joh. Ze hadden misschien 5.000 euro. Maar wat hebben we aan marge? Nou, op dat moment, het is heel erg gaan verschillen door de loop der jaren. Ja. Maar toen de tijd, als ik me goed herinner, waren de kosten misschien 5.000 euro. Ja, zeker niet meer. Ja, okay. Dus toen dachten we van, nou, dit is, we verdienen nu eigenlijk al meer dan we deden in loondienst. Ja, ja, ja. En zo steeg de omzet naar 1 miljoen, zei je? Uiteindelijk wel, ja. Uiteindelijk, ja. Met hoeveel mensen? Ja, ongeveer 10 mensen zou je kunnen zeggen. Okay. Ja, 8 tot 10. Okay. Ja. Hoe hebben jullie die organisatie opgetuigd? Want je had natuurlijk geen ervaring verder. Dus je ging mensen aannemen. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Ja, door echt wel door vallen en opstaan, denk ik. Daar hebben we wel heel veel in geleerd de afgelopen jaren. Als ik daar nu aan terugdenk, dan schaam ik daar soms wel voor. Nou ja, wijze lessen heb je geleerd. Ja, ja. Zou je het nu zo anders doen? Je deed maar wat. Ja, je deed maar wat. Ik had zelf geen leidinggevende ervaring. Volgens mij jij ook niet. Was er een rolverdeling? Die was er niet zo scherp als die er nu is. Ook. Hoe is die nu? Omdat we dat misschien ook niet aandurfden, niet wisten hoe dat moest. Nee, precies. Want nou, bijvoorbeeld Eelco die houdt zich iets meer bezig met het marketingstuk. Ik houd meer met het developmentstuk. Ja. Jij houdt je iets meer bezig met het financiële stuk, het onderhandelen met bepaalde partijen. Positie. En verder hebben we een aantal partners en klanten hebben we verdeeld. Dus ik ben verantwoordelijk voor TUI en voor Corendon bijvoorbeeld. Okay, en account, bij Weave the Chip en bij Blue Flamingos heb ik ook bepaalde klanten die ik bedien. Gingen er dingen mis ook in die eerste paar jaar? Ja, absoluut. Ja. Noem eens wat. Op het gebied van personeel hebben wij veel fouten gemaakt. Te weinig geïnvesteerd in hun ambities en hun uitdagingen, ontwikkelingen. Zelfs een beetje onderbetaald in de eerste jaren, vind ik zelf. Niet helemaal marktconform. En dat is niet hoe wij dat nu doen. Mm-hmm. Nu doen we het absoluut wel en vinden het ook heel erg belangrijk. Maar dat had te maken met je eigen onzekerheid nog van de toekomst van je bedrijf. Hoe toekomstbestendig is het? Dat soort zaken, zeg maar. Ja, want wat voor mensen? Nou ja, en een andere, wat ik wel een fout vind, zeg maar. We hebben op een gegeven moment, we hebben heel hard gewerkt natuurlijk de eerste 3 jaar. En op een gegeven moment wilden we het ook weer iets rustiger aan gaan doen. En dan verdien je best wel wat geld. Dus dan ga je gewoon te makkelijk mensen aannemen, zeg maar. Omdat je best wel wat marge draait. Dan ga je toch te makkelijk personeel aannemen om jezelf werk uit handen te nemen. Dan neem je ook een leidinggevende aan die ons werk, zeg maar, echt letterlijk kan overnemen. Ja, en omdat je dat best wel snel en enigszins gehaast doet, neem je ook eigenlijk niet altijd de juiste mensen aan. En daardoor dan gaat het bedrijf natuurlijk niet verder van bloeien. Maar dan gaat het weer eigenlijk een stukje omlaag. En toen was dat daar, dus maart 2020, hè? Ja, maart 2020. Zeker. Beschrijf eens. Nou ja, toen hoorden we dus het nieuws dat het land op slot ging. Dan ben je wel meteen in rep en roer natuurlijk. Dan, eerst hadden we nog een beetje ongeloof, zou ik maar zeggen. In alle eerste instantie dachten we van, nou, misschien gaat het na 3 weken wel weer de goede kant op. Ja. Want in eerste instantie zou het land volgens mij 3 weken dicht gaan, als ik me goed herinner. Maar wij hadden al na 2 weken door dat niet ging gebeuren en dat het van lange adem zou zijn. Toen wisten wij wel, gelukkig op tijd, van dit hele kalenderjaar nog, dat leek toen nog lang te zijn, dat is dan best wel lang nog, wordt een puinhoop, wordt echt een probleem. Kijk, je gaat alle analyses die je moet maken, die ga je maken, alle cashflow-analyses. Ja. Want je ziet de cash er keihard uitspuiten. Ja. En we hadden gelukkig wel wat reserves opgebouwd. Dus wij hebben ook wel wat keuzes gemaakt van, je gaat de winst over 2019, stort je weer terug. Dus je houdt het geld er zeg maar in en je stort er weer wat bij. Ja. Maar tuurlijk maak je analyses en je hebt ook wel een lijstje gemaakt, weet je wel. Daar ontkom je niet aan van als we zo in nood komen, Welke volgorde ga je dan hanteren, hè? Van mensen die helaas niet bij je kunnen blijven, zeg maar. Dus dat is wel een lijstje die je maakt. Dat is natuurlijk best wel heftig.
Maar we zaten ook gelijk wel op het plan B, zeg maar. En dat plan B was wel van, nou ja, de BV Blue Flamingo staat al. We zijn eigenlijk Wifla Cheap. Het is niet, we zitten in de reisbranche, maar het is eigenlijk meer marketing development bureau. Dat was het eigenlijk al voor intern, zeg qua maar. Disciplines en mensen. Ja, qua discipline en mensen. Dus de stap was wat dat betreft voor ons best wel makkelijk om met Blue Flamingo's eigenlijk volle focus te gaan leggen op het vinden van klanten en voor klanten te gaan werken. En dat was ook al een stap die op onze roadmap stond. Want voor Q4 2020 wilden we eigenlijk al organisch voor 1 of 2 klanten gaan werken. Ah. Dus dat stond al op onze roadmap. Alleen een stukje verder vooruit en dat heel langzaam laten groeien. Niet ineens met een mannetje of 10 in 1 keer volle bak. Want zo begin je het liefst niet natuurlijk. Want hoe opereren jullie in stress? Als duo? Goed, denk ik. Ja, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Goed. Wij zijn allebei niet zo snel gestrest, denk ik. En ook in die tijd, waren niet echt. Ik heb niet echt slapeloze nachten wat dat betreft omgehad, moet ik zeggen. Want het is ook wel een waanzinnig uitdagend en leuk jaar gebleken. Ja, precies. Dat daar komen we zo op. Ja. Dat is echt zo. Want, ja, maar vertel het op. Wanneer was dat omslagpunt? Nou, voor mij dus na 2 weken toen ik me realiseerde van, joh, het gaat niet open over 3 weken. Nee. En ik zelf ook door had van, wij moeten mensen ontslaan. En dat wil ik eigenlijk niet. Of wij moeten zorgen dat we een nieuw bedrijf uit de grond stampen, die zeer succesvol is. En waar gewoon 8 of 10 salarissen van betaald worden. Je gaat gewoon beginnen. Je gaat kijken naar wie je hebt, wat ze kunnen. Dus wel de goede developers, goede online marketeers. En dan ga je kijken van in je netwerk, van zijn er nog partijen die daar behoefte aan hebben, zeg maar, op korte termijn. En op korte termijn hebben we ook best wel veel aan detachering gedaan. Dus onze developers, die hebben echt gewoon volle bak voor een ander bedrijf eigenlijk gewerkt. Dat was niet onze ambitie en niet waar we naartoe wilden. Dat was wel laaghangend fruit. Maar dat was wel laaghangend fruit om heel snel extra cashflow eigenlijk te genereren. Ja. En dat is natuurlijk een gigantische omslag, hè, voor iemand die gewoon volledig intern werkt voor eigen projecten. En ook nog eens echt gedetacheerd wordt en ook fysiek soms naar een andere plek toe moet om voor een klant te werken. Ja. Maar dat hebben we in het begin wel moeten doen. En wel met de uitspraak van dat gaan we op lange termijn gaan we dat niet doen. Maar voor nu hebben we dat even nodig om de gaten te vullen. Mm. En eigenlijk, daarom noem ik net ook medewerkers. Kijk, iedereen heeft dat gedaan zonder klagen. Iedereen heeft dat gewoon keihard aan bijgedragen. En heeft gewoon zijn eigen trots of iets dergelijks aan de kant gezet om inkomsten te genereren voor Blue Flamingo's en Wifly Cheap. En is dat jullie, is wel iets waar we. Is jullie rol veranderd in die tijd? Als leiders of als duo? Het werd in ieder geval, je werd enorm uitgedaagd en het werd op wel scherp gesteld. Hè? Want wij, je moet je leidende rol wel laten zien. Je moet dan echt laten zien van bedrijf is niet stuurloos, maar we gaan een andere richting op. Een beetje stip op. En dit is die richting. En dan natuurlijk ook je mensen meekrijgen. En dat gaf je net al aan. Wij hebben zelf een offer gemaakt om onze management fee te halveren. Ja, ja. En door onze winsten van het jaar ervoor terug te storten. We hebben geen loonoffer gevraagd van ons personeel. Maar we hebben ze wel gevraagd om flexibel te zijn in die omslag. En dat ging echt heel erg goed. Dus daar zijn we heel trots op dat ze dat zo gedaan hebben. Hoe houden jullie elkaar scherp? Nou, als ik voor mezelf spreek, is die irritatie die komen en gaan. Het is nooit te overheersend geweest. Nee. Wat wij sowieso doen is, kijk, we waren vroeger vrienden. En nu zijn we eigenlijk vooral business partners. Of we spreken elkaar elke dag en dan gaat het eigenlijk altijd over de zaak. Maar ik vind het wel heel belangrijk, volgens mij ook om die vriendschap ook goed te houden. We gaan 1 keer per jaar met elkaar op vakantie. Dat hebben we toevallig een maand geleden gedaan. Naar Ibiza. En dan gaat het een keer niet over werk. Uh-huh. En dan kun je die vriendschapsband weer verstevigen. Is het ook een risico dat er een vriendschap onderhangt? Dat als het zakelijk mis zou gaan, of is dat iets waar jullie in rekenen? Oh ja, dat is absoluut een risico. Ja, dat is absoluut een risico. Maar daarvan heb je zoiets van, die durf ik wel te nemen. Nou ja, we werken er wel aan. Je hebt hem genomen, hè? Dus, ja. Dat, kijk, we zeggen altijd, we zitten vaster aan elkaar dan aan onze vriendinnen / verloofdes vrouwen. Waar staat Blue Flamingo's nu? Waar het nu staat? Ja. Nou, feitelijk nog in de beginfase natuurlijk. Hè. Je bestaat pas een jaar effectief. In een goede fase. We hebben deze maand 2 nieuwe medewerkers verwelkomd. Ook echt professionele collega's met 10+ jaar werkervaring. Dus dat is wel heel erg prettig. Dus wij gaan het bedrijf verder opbouwen en verstevigen. Als bureau? Als bureau zijnde, ja. Laten we zeggen full service bureau, maar dan wel een focus op een aantal segmenten. En wij willen de relaties die we hebben met onze bestaande klanten willen we gaan verstevigen en uitbreiden. We gaan echt voor lange termijn relaties. Ja. Bedrijven met een lange roadmap, die ook de budgetten hebben, zijn eigenlijk goede bedrijven met miljoenen omzetten. En daar zouden we graag nog een aantal meer van aan ons willen binden. Mm-hmm. En daar hopen we echt jarenlang nog goed en leuk werk voor te verrichten. Ja, we willen weinig klanten.
En daar willen we veel voor doen. Dat is zeg maar de insteek. Ja, exact. Heel en dat is nu op 2 handen te tellen, de klanten. Dus dat is voor ons is dat perfect. En straks als op 4 handen te tellen is, dan zijn we heel blij. Ja, ja. Een paar handen bij hebben alleen. Ja, precies. Ja. En dat is lastig. Want dat is de bottleneck natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk wel lastig. Hey, en hoe is het met WeFly Cheap? Nou, eigenlijk best wel weer verrassend goed, moet ik zeggen. We zitten niet op de omzet van 2019 natuurlijk. Nee. Als je puur SEC omzet technisch kijkt. Maar we zitten wel tegen de 50% aan. En dat is eigenlijk meer dan we aan het begin van het jaar hadden verwacht. En qua kostenontwikkeling is het natuurlijk ook best wel goed gegaan. We hebben vorig jaar onze nieuwe website gelanceerd. Die technisch gezien veel beter in elkaar zat. Waardoor we eigenlijk veel sneller dingen kunnen dan voorheen. En ook op contentgebied kan het veel sneller. Dus ik denk qua kosten, personeelskosten, zitten we 80% lager dan voor maart 2020. En nog 50% van de omzet. En marketingkosten liggen ook nog wel wat lager. Dus al met al is het niet... En stijgt de lijn weer van WeFly Cheap? Zeker. Zeker. Ja. Ja. Sinds halverwege juli de reisadviezen eigenlijk in Europa allemaal zijn aangepast. Zie je echt wel weer dat, dat mensen weer durven. Nu moeten nog de adviezen voor buiten de EU worden aangepast. Hè. Dat is natuurlijk een heikel punt. Maar als dat gaat gebeuren, dan heb ik er zeker wel weer vertrouwen in. Dus dan heb je twee entiteiten die gaan groeien. Ja, ja. Absoluut. Absoluut. Komt er nog een derde bij? Ik denk het wel. We altijd ideeën, hè? Altijd ideeën. Ja? Welke ideeën? Nou, op dit moment hebben we niet iets concreets. Nee, dat klopt. Maar. We zijn wel erg ondernemend ingesteld. Daarom voelden we misschien ergens wel als een vis in het water bij zo'n crisis als dit. Daar hebben we ons goed uitgered, denk ik. Wat wij een grotere uitdaging vinden is echt procesoptimalisatie, een bedrijf, een groter bedrijf runnen en dat optimaliseren, zeg maar. Ja. Daar hebben we goede collega's voor nodig. En dat beseffen we onszelf ook wel. Dus het derde bedrijf komt er ongetwijfeld wel. Het wordt juist zaak ook voor ons om de eerste twee bedrijven natuurlijk... Op efficiënte wijze. Op efficiënte manier, op een goede manier te laten doorgroeien voordat we dat doen. Wat zijn terugkijkend, hè? Wat zijn belangrijke lessen van de afgelopen jaren, jullie als ondernemersduo? Daar refereerden we al een paar keer aan, dus van herhaling. Maar goed, dat je goed voor je medewerkers moet zorgen, zeg maar. Dat je die goed moet ontwikkelen, dat je ze groeikansen moet geven. Dat ze gewoon een normaal goed salaris moeten krijgen en dat ze uitgedaagd worden in hun werk, zeg maar. Mm-hmm. En als het goed gaat met het bedrijf, vind ik dat het ook goed moet gaan met onze medewerkers. Ja. Dus die mogen daar ook van mee profiteren. Dat hoeft niet in onze zakken te verschuiven, zeg maar. Dat was vroeger helemaal in die beginfase meer zo. Maar zo zitten we er al lang niet meer in. En dat willen we graag juist met onze medewerkers delen. Ja. Nou, en een andere belangrijke les vind ik ook nog wel dat we... Kijk, WeFly Cheap is niet echt een heel duurzaam iets natuurlijk. Hè? Dat was een van mijn slotvragen. Ja, alleen al de naam. Nou ja, de naam spreekt niet helemaal goed aan wat we ook doen, zeg maar. Maar dat ging toch de laatste jaren ook bij ons wel een beetje knagen. Mm. Dat je mensen voor 10 euro naar Barcelona in de weer stuurt. En dat kan natuurlijk eigenlijk helemaal niet. We hebben wel eens vaker nagedacht hoe je dat met WeFly Cheap kan aanpassen. Daar zijn we nu ook wel onderzoek naar aan het doen van meer treinreizen binnen Europa en dat soort dingen meer te integreren en daar ook beter op te gaan scoren. Maar met Blue Flamingo's hebben we dat ook gedaan. Hebben we ook dat traject zijn we ingegaan. Hoe kunnen we daar nou meer voor doen? Nou ja, en daar gaan we wel wat voor ons doen. Gaan we wel iets terug doen, zeg maar. Een beetje aan de maatschappij. Dus we gaan wel voor een maatschappelijke organisatie gaan we ook met Blue Flamingo's werken. Dus en dat gaan we heel kosteloos doen met onze marketeers en met onze developers die daarvoor kosteloos een sprint gaan draaien. Ja. En dat vinden wij wel iets wat ook heel belangrijk is. Mm. Winstmaximalisatie is niet meer ons doel, zeg maar. Dus we willen goed voor onze partners zijn, eerder te veel doen dan te weinig. Maar ook voor de maatschappij. Daar willen we eigenlijk ook wat voor terug doen. Mooi. En laatste vraag. Er zijn jonge ondernemers die zitten te kijken. Zitten behoorlijk veel plannen en ideeën. Willen het liefst morgen starten. Wat moeten ze in ieder geval op orde hebben voordat ze dat gaan doen? Je een goede businesspartner zoeken die jou versterkt, die heel anders is dan jij zelf bent. Dat ook van elkaar beseffen en uitspreken. De taken iets beter verdelen dan wij op het begin hebben gedaan. En wat wij wel goed hebben gedaan overigens van het begin is hele goede afspraken maken en die ook op papier zetten. En waarom zou je het doen over een jaar of over 2 jaar als je het ook meteen kan doen? Al is het maar het standaard formaatje van is het de KVK. Maar ga er wel over na. Je denkt erover na en je tekent wat met elkaar. Ja. Dan is de basis zit dan goed. Ja, en zorg dat je een beetje een businessplan hebt. Dat is ook wel handig. Ja. Gewoon op 1 A4'tje, prima. En zorg dat je een beetje een stip op de horizon hebt en wat de belangrijke stakeholders zijn en dat soort dingen. Ja. Dat helpt denk ik al heel veel. Business Canvas model is ook wel handig om die eens uit te werken. Ja, precies. Business Canvas model. Ja, ja. Dat is niet te veel tekst. Nee, dan ben je 1 A4'tje ben je klaar. Ja, maar dat is wel goed, zeg maar. Dat is wel handig. Mag ik jullie danken voor dit openhartige gesprek en heel veel succes wensen de komende periode van jullie ondernemingen.
Dankjewel. Yes, dankjewel. En dankjewel voor het luisteren. Of als je hebt zitten kijken, dankjewel voor het kijken naar weer een aflevering uit de serie Gouden Duo's die ik maak met Centraal Beheer. En mocht je nou meer van deze gesprekken willen zien of je wil hier meer over weten als ondernemer, ga dan naar centraalbeheer.nl/ondernemen. En daar vind je veel meer informatie en inspiratie en alles wat je maar wil. Voor nu wens ik je een hele fijne dag, avond of ochtend of wat ook op het moment is dat je zit te kijken of te luisteren. En heel graag tot een volgende Gouden Duo. Dag!